Genemuiden. Het is een prachtig stadje met een rijke historie. De inwoners weten dat, maar verder bijna niemand. Genemuiden kom je vanaf de Kamperzeedijk of de Hasselterweg of je komt via de Veerpont kom je binnen. En als je het niet in de gaten hebt, dan sta je zo weer aan de andere kant van Genemuiden. Dat moet vanaf vandaag anders worden. Wie nu Genemuiden inloopt of vaart of rijdt vanaf de haven, ziet direct de visnetten, de strenge touw en als het meezit zelfs een zeiltje wapperen in de wind. En dit alles leidt dan naar de oude petroleumkelders, onderin de gewelven bij de sluis. De kelders stammen uit de 19e eeuw nadat Genemuiden voor de zoveelste keer was getroffen door een zware brand. Voortaan mocht petroleum alleen nog maar met kleine beetjes tegelijk worden opgehaald in de zwaar bewaakte kelder net buiten het centrum. Dat kostte wel een paar cent, maar dat hadden ze er graag voor over. Want die brand, ja, een derde van de stad was weg. En een deel van de mensen was niet verzekerd, moest allemaal weer opgebouwd worden. En preventie, dat was in die dagen was dat eigenlijk nummer één. Maar ook Genemuiden kreeg op een dag elektriciteit. Dus rond 1920 werden de kelders overbodig. En nu kunnen ze juist nuttig worden gebruikt als etalage voor het mooie Genemuiden. Mensen moeten hier komen die in de haven liggen, die bekijken dit. Die komen dan in het tapijtmuseum. Die krijgen dan weer foldertjes mee en zo gaat dat verder, zeg maar. En het tapijtmuseum ook, wij vertegenwoordigen gewoon een wereldindustrie die ontstaan is daar in de Zuiderzee. En wij tonen gewoon alles, de ontwikkeling van biezenmat tot kunstgras, is te zien in ons museum. In de gewelven is informatie te vinden over het historisch museum, het tapijtmuseum en het stoomgemaal aan de Kamperzeedijk. Ook de 100 jaar oude Hasselter Aak uit Genemuiden, de vijf gebroeders, is onderdeel van de promotiecampagne. En zo hopen ze dat mensen niet alleen de omgeving aandoen, maar ook de stad. Het is natuurlijk prachtig om te fietsen, te wandelen, te varen, te lopen, te roeien, te peddelen. Ja, noem maar op. En dan willen wij graag dat ze Genemuiden daarbij niet overslaan.